We zijn met z'n drieën deze keer. Laten we maar beginnen met, met het hoofdpunt van de afgelopen veertien dagen. Daan. Uh, blijf ik kort, uh, kort bij uh, dit moment. Dus dat is de afgelopen... Dit uh, moment, ja. Ook ja, moment, ja. ja. Ik kom niet twee weken terug. Stap weg. Ja. Ja. We zijn een heel leuk... Uh, <laughs> ja. Leuk begin dit, Frank. Ja. Hè? Ja, we gaan lekker opnieuw beginnen. Nee, maar de, de, de overwinning afgelopen, uh, afgelopen uh, weekend in ons, in ons stadion. En uh, met name, denk ik, de, de manier waarop en uh, uh, ja, ook het, het plezier wat daar weer uit, uitstraalde en het resultaat wat je, wat je met elkaar had. Uh, in to totaliteit met de beleving uh, van supporters en iedereen die aanwezig was. Gewoon, swipe, hè? Kan je nooit, yeah, swipe is een rantre. Ja, daar kan je gewoon. Uh, hoe is Ja, Daar kan je gewoon niet aan. Aan wennen. Uh, het zijn elke keer weer, uh, weer mooie momenten om mee te maken. Wat is er aan hem zo goed dan, aan Sacré? Nou, je, wat ik bij hem echt, echt heel bijzonder vind, is dat je. Uh, hij is verdedigend, is hij die, is die ongelooflijk sterk. Hè? Dus uh, het is niet een, een back waarvan je zegt van. Nou, die kan heel goed aanvallen, maar die laat verdedigend steekjes vallen. Dus hij is snel, hij is sterk in zijn duels. Hij is, is positioneel, staat hij goed opgesteld. Ja, en daarnaast is hij gewoon ongelooflijk uh, technisch en, uh, en goed aan de bal. En dan dus... maakt het ook in het moderne voetbal niet uit dat je aan de kleine kant bent. Nou, je, 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 hij wordt er nooit uitgesprint. Hij verliest nice. eigenlijk geen duel: zowel nice. niet door de lucht als, als over, de, over de grond. Hij is ongelooflijk is... veelzijdig in, uh, in ja. wat hij is. En ook normaal als je hem de bal geeft en, en ja, hoe die ballen uit de ja. lucht plukt. En, en, uh, dat ja, 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 ja. dat onderschatten mensen hoe. Moeilijk die ballen zijn, weet je, die, die echt van, van, van een kilometer hoog naar beneden komen met snelheid. En je bent zelf in beweging. Die ballen in één keer doodleggen, als je dat structureel kan en in die rust blijft. Dan, dat kan, kon je niet, je dan, dan kan je niet. Dan, dan, <laughs> <laughs> dat doet je niet aan. Uh, nou ja, laat het zo zeggen. Ik zou dat risico niet nemen. Nee. Omdat ik zou weten, ja, de kans dat dit fout gaat, die is groter dan dat het goed gaat. Maar, maar bij hem maakt het niet uit waar hij staat en, 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 en wat de situatie is. Want hij weet toch wel, ja, ik heb hem onder controle. Dus, ja, <laughs> ja daar, daar kan ik wel van genieten, ja. En jij jou Frank, afgelopen 14 dagen? Nou, ik hoef niet zo ver uh, terug vanmorgen. Oh. Ja. Het is nu nou. middag hè, of heb jij weer een ander moment? Ja, nee. Ja. Dus, ja. Ja, nee. dus elke dinsdagmorgen komen hier de oudere Excelsior uh, mensen van uh, Football Memories uh, bij elkaar. En tegelijkertijd spelen we de Street League met uh, kinderen. Ja. En die... Uh, Street League teams. Die worden, daar worden nu een aantal van uh, gesponsord. Jacques van Gorp doet het team van de uh, bavo uh, school uh, hier. Maar daar doen we maatschappelijke bijdragen ook met die kinderen ja? buiten het pleintjes uh, voetbal. En zij hadden gekozen om een bingo te organiseren voor die mensen hier uh, boven. En dan uh, komen er uh, vijf gasties uit uh, Kruiswijk. En die zijn dan oh. zo. Leuk en netjes naar die mensen. We hebben heel die bingo zelf uh, georganiseerd. Zijn die soep aan het uitserveren. Wilt u nog een broodje, mevrouw? Gaat het goed met u? Ah, dat is... Ja. En jij hebt uh, bingo-getal ook gedraaid. Nee, Nee, dat hebben zij allemaal zelf uh, gedaan. Echt, zelf georganiseerd, zelf omgeroepen, zelf uh, die mooi. balletjes uh, eruit. Iedereen heeft naar zijn zin. Oudere jongeren komen in uh, contact. Uh, mensen die uh, sponsor zijn komen met kinderen in uh, contact. Die kinderen die kijken hier ook om zich heen. Nou, dat was uh, ja, dat is eigenlijk ook uiteindelijk de bedoeling. Het is mooi als je die losse activiteiten organiseert. Maar de opdracht was feitelijk ook van ga verbinden. Ja. Nou, ja, dat gebeurt op die uh, momenten. Mooi. We gaan het straks uitgebreid nog hebben over de Excelsior Vrouwen, over de jeugd. Uh, maar ik wil nog even beginnen over hoeveel app's heb je al gestuurd naar Marcel Brands, Ernest Stewart. Hm. Of welke andere PSV'er die je kent dan ook? Nou, uh, ja, je, je, dit is een fase. En als dat gaat niet alleen tussen clubs onderling. Heel veel clubs gaan natuurlijk ja kijken van nee hey, wacht even, succes wensen of uh, dus, ja, dat je onderling contact met elkaar hebt. Uh, dat gebeurt automatisch. Maar wat kan je inzetten? Uh, heb je Arne Slot nog geëpt? Nee, heb nee. jij? <laughs> nee. Kijk, uiteindelijk, en dat, dat, dat is weer heel, heel clichématig, maar uiteindelijk is zo: punt, bepaald je komt, je moet het gewoon zelf doen. En uh, je kan natuurlijk uh, uh, een grapje en een dolletje links en rechts, uh, uh, dat kan echt wel. Maar uh, je moet zelf uh, de manier waarop jij zondag aan de aftrap verschijnt, hoe jij speelt, uh, dat is waar je af gaat wingen. Of je een resultaat gaat halen, of je uiteindelijk uh, in de situatie terecht gaat komen, dat je net dat je wel de situatie naar je hand gaat zetten. Ja daar kan geen, geen belletje, geen appje, geen, geen, geen afspraak aan de voorkant. Uh, vooraf. Want je weet ook hoe het werkt. Kijk Uiteindelijk iedereen die op zo'n veld staat, uh, in welke wedstrijd dan ook die, die wil doen waar die goed in is. Uh, dat zijn topsporters, dat zijn winnaars. Uh, en ik zou zelf ook zo in de wedstrijd uh, zitten aan de andere kant van, uh, van, van als je op een andere manier aan het veld stond. Ja, als, ik, als, ik, als ik bij Feyenoord speel en ik heb het idee, hey, deze gasten die zijn gewoon goed. En uh, die hebben gewoon dingen voor elkaar. En uh, ja zou ik, zou ik meer respect voor hebben dan mensen die aan de voorkant uh, uh, met een bepaald verhaal, vraagstelling of, of, of bedelen aan de tafel zitten. En waarvoor je dan in het veld zit dat je denkt van ja, maar, hey, maar jongens, uh, kom op. Je moet het gewoon zelf laten zien. Hè. Je moet gewoon de lijn die we, die we nu te pakken hebben, de positiviteit en de energie die erin zit, de overtuiging, de plezier. Dat is wat je zondag moet laten zien en dat gaat bepalen of je het uh, of je het uh, redt direct. Maar ook inderdaad een stapje verder. Ja, als je de nacompetitie competitie in gaat, uh, geldt daar hetzelfde voor. En dan moet jij gewoon de ploeg zijn die de overtuiging heeft van ja, maar wij gaan het gewoon halen. En, en daar zie je best wel natuurlijk heel erg de, de tendens ontstaat al van mensen. Ja, in nacompetitie na-competitie staat gelijk aan, aan aan degraderen en in veel gevallen is het ook zo en terecht. Ja, en en statistisch nogmaals, gezien, statistisch als de is, kans ja. groter dat je erin blijft natuurlijk als het eenmaal. Hè? Dat zeggen ze altijd omgekeerd. Ja, ja toch? Ja. Als je maar kijk, bijvoorbeeld als je een ploeg als als Heracles afgelopen zondag bij ons zit, ja, als die op dat moment uh, nu de playoffs ingaan, ja. ja dan heb je wel een ontzettende uitdaging. Maar ik weet het zelf nog toen wij dat jaar met Alex van play uh, ja. uh, playoffs moesten spelen tegen Sparta. Nee, dat, dat, oh. toen promoveerden we. Het ja. jaar daarna hadden we natuurlijk uh, speelden we in de ja. divisie. Toen hadden we 35 punten, maar moesten toch de nakompetitie in. Maar daar hadden we echt gewoon oprechte overtuiging van ja, maar dat is prima. Maar die gaan we gewoon winnen ook. En die hebben we toen ook gewonnen. Ja. En, en, en heel, heel duidelijk ook. Uh, dus ja, weet je, de, uh, de, dat geldt zelden voor. De, 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 de tendens en het moment waar je in zit als, als, als ploeg. Gaat leidend zijn in, de, in die discussie. En daarom is gewoon zondag in elk opzicht een hartstikke goede belangrijke dag. Dat je, dat je daar ook weer je, je energie en je positiviteit uit haalt. Hebben jullie het er nou over? Uh, hoe die ploeg dat daar gaat doen. Want dat, dat, dat is sowieso wel een moeilijke afweging. Hè? Van, ga je dan voetballen? Want dat kunnen we natuurlijk uh, hartstikke goed. Of, uh, of ga je dat puntje koesteren? En dan loop je ook weer risico's. Uh, gaat het daarover? Of krijg je dat gewoon aan het eind van de week te horen? Nou, het, het zou raar zijn als het geen onderdeel is van je, uh, ja, van je, van je gesprek. of je invulling van, van je week. Uh, tegelijkertijd ja, leert de ervaring ook dat. Uh, ja sowieso. Maar ik denk dat wij ook niet de, 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 de ploeg zijn die. Uh, die uitblinkt uh, in het. Uh, vervolgens. Uh, vasthouden uh, van een voorsprong. Ja, <laughs> of, of, of. of opeens defensief of, of aanvallend. of iets anders heel anders te gaan doen. omdat we op resultaat moeten gaan spelen. of. of, of ik denk dat je daar gewoon ver van. Uh, van weg moet blijven. Maar natuurlijk heb je wel te maken met dat je. Uh, uh, ja, een ander soort competitiedag hebt dan dat je dat normaal gesproken hebt. Omdat. Ja, de tussenstanden wel bepalend of leidend kunnen zijn in keuzes die je al dan niet nog maakt. Alleen, ja, ik vind dat dat dan normaal, normaal gesproken ook gewoon echt wat vraagt van. Van je, van, je, van je staf en eromheen. En, en de keuzes die je maakt in de wedstrijd... en op het moment dat er dingen spelen. En dan moet je eigenlijk, vind ik, zo ver mogelijk... houden van, van de spelers ook die, die ja. op het veld staan. Want die moeten gewoon een ding doen en die moeten goed zijn. Maar houden oh, we oortje in uh, tijdens ja. de wedstrijd? Of uh, dat ja. ze als vroeger ging? Of, uh... Ja, dus, dus uh, ja vandaag de dag is het ook natuurlijk wat makkelijker... om uh, contact te houden met... Uh, met de desbetreffende wedstrijden ja? in, in andere stadions. Uh, maar ga jij op de tribune zitten met een schermpje voor je neus dan nee. met, om te kijken naar uh, nee, PSV? Heel, he heel eerlijk, ik was afgelopen, uh, afgelopen uh, wedstrijd wilde ik uh, eigenlijk, ja, ik wilde het niet meekrijgen. Ik, ik, ik dacht van ja, dat je hebt hier gezeten. Je nee, dat niet. nee <laughs> maar is wel te zitten. Maar ja, op een gegeven moment kwam iemand uh, in, de, in de rust naar me toe van, uh, nou, uh, so far so good. Ja, daaruit begreep ik dat het, dat het, dat het. Dat het ja, toen was er nog 0-0 bij, ja. uh, maar. Ik, ja, ik kijk in de tussenstand eigenlijk nooit, uh, nooit uh, naar een uh, andere, andere wedstrijd Ja, dan ga je dan uiteindelijk iedereen gaat dan toch rekenen of denken. Of ja, ja zo is het dan zus en zo. En, dan, en net zo goed als dat ik nu niet naar de play-offs kijk met het idee van... Nou, ik hoop dat die wint of dat dat... dat ja nee de tegenstander die gaat komen die ja dat gaat het zijn heb je ook niet gekeken gisteren ik heb ook helemaal niet gekeken nee nee, nee? maar wat wel wat dus, dus ik heb het ook vaker die kan je hebben allebei trouwens ik heb het wel gekeken ja maar ook zo'n voorbeeld toen wij bijvoorbeeld promoveerden was denk ik uh, was ook was zo'n was zo speelronde die de laatste speelronde kregen wij nog volgens mij een laag tegendoelpunt tegen waardoor we niet vierden maar bijvoorbeeld uh, ja. volgens mij nou, het stond heel super dicht bij elkaar eindigden we zesde of zevende of zesde ja uh, waardoor we he een hele andere kant van het speelschema terechtkwamen ja. bij Eerkles. Uh, nou, daar hebben we met z'n allen echt gigantisch van gebaald. Van, ja, die ene goal die bepaalt nu, zeg maar. Van, ja, en uiteindelijk ja. Ja, was het misschien wel een zegen dat het op die manier gelopen is. Dus mijn ervaring is dat je heel erg zelf gaat wensen: van misschien die tegenstander, aan de praktijk, de tegenstander die, die je krijgt, dat moet het ook gewoon zijn. En uh, daarmee is het oké. Okay. En in de tussentijd, uh, uh, ja, nogmaals, uh, uh, ik zelf in dit geval niet, maar uh, alle wedstrijden zijn al van de mogelijke tegenstanders. Uh, ja, zowel door de staf zelf als de scouting, uh, als Niels, gewoon uh, ja, bekeken en geanalyseerd, zoals we dat altijd doen. Dus, ja, we nemen dat ook gewoon, uh, gewoon, uiteraard hartstikke serieus, zijn voorbereid op. En uh, uh, gaan er alles aan doen om, om zondag uh, klaar te zijn. En zo niet, dan zijn we er, gaan we er alles aan doen om. Uh, om ons optimaal voor te bereiden op de, die weken die volgen. En uh, ook daar uh, ja, wel vanuit uh, het vertrouwen dat we dat uh, dan daar gaan doen. Ja. En alles ligt dan al klaar achter de schermen. In principe kan zondag met één druk op de knop... is alles al dusdanig voorbereid. Stel dat je play-offs haalt... of dat je play-offs moet gaan spelen om promotie... dat dan wordt gezegd, ligt allemaal klaar, één druk op de knop... we kunnen nu de kaartverkoop gaan starten, bij wijze van spreken. Ja, ja. kijk, en dat is een beetje de, de tegenstrijdigheid die, waal, de ja. die, die ja. je zelf ja. hebt. Omdat, en normaal... Uh, tot, tot dit moment heb je het best wel ook gewoon weg kunnen houden bij, bij mensen. Ik heb het al vorige keer ook wel gezegd. Van, ja, als sporter wil je helemaal niet aan dat er een ander scenario is. Hè. Dus dan wil je ook gewoon vooral dat alles en iedereen bezig is met, met die enige optie. En, en dat is ja. gewoon uh, ja, tegelijkertijd vanuit beleidsmatig oogpunt zou het natuurlijk hartstikke slecht zijn als je, als je er geen rekening mee houdt of mee bezig bent. Uh, dus dat betekent inderdaad dat, dat deze week uh, ja, achter de schermen ook in heel veel opzichten uh, ja, in het teken staat van, van, van verschillende scenario's klaar hebben liggen. Nou, dat betekent ook uh, veel extra werk. En, uh, en, en, en ook de nodige puzzels. Want inderdaad, uh, ja, of je op uh, 19 mei klaar bent, of uiteindelijk op 2 juni. Uh, ja, dat, 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 dat scheelt nogal. En of je tegen ADO speelt of tegen de Graafschap speelt. Uh, ja. ja, en, en zeker ja, gezien de je? beladenheid van, uh, van die wedstrijd en hoe je ja. dan weer omgaat met, 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 met kaartverkopen en dingetjes. Ja, ja. dat is, ja, Dat is wel een, uh, wel een hele serieuze, serieuze puzzel. en ja, Dat maakt deze fase ook gewoon, heb ik al vaak gezegd, ja, ik, ik vind dat niet leuk. Uh, dus of je bent bezig met, met vandaag en nu en het presteren. En, uh, uh, of je bent echt met, 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 met de toekomst bezig. Maar ja, dit gaat nu zo in elkaar doorlopen. Ja, prettige wedstrijd. Ja. Hé, hey, nou hoor je ook heel veel mensen zeggen. van ja, als je nou in die eerste divisie terecht zou komen. Ja. Ah, zo moeilijk tegenwoordig om daar uit te komen. Maar, en Nou praat iedereen dat na, hè? Ja. Maar ik zit daar ook wel eens naar te kijken. is dat nou zo heel veel sterker. dan dat dat ooit geweest is? Met Willem II in Groningen eruit, hè? Nee, ja, nogmaals, kijk, ook daarvoor geldt. Ik denk dat heel veel... Ik ben echt gewoon oprecht overtuigd van hoe jij als club georganiseerd bent... en de keuzes die jij maakt gaan zometeen weer bepalend zijn... of je resultaat haalt ook in zo'n competitie. En uh, het model wat je, uh, hè, wat je uh, gezien hebt bij... nou, nu dan Groningen, uh, hiervoor met Heracles en Pek, ja, dat zijn clubs die hebben hun budgetten zo in stand gehouden... Uh, ja, dat daar zie je ook een gigantisch machtsvertoning vertoont ten opzichte van, van de rest van, een, van de competitie. Um, ja. En dat was ook gewoon hun eigen geld, hè? Voor alle. Helderen. Ja, weet je, en dat nogmaals. Die, die, maar die werken met grotere budgetten dan dat wij werken ja. in, de, in de Eredivisie. Hè, dus wij kunnen wel, ja, maar ik bedoel, die eten de eigen. eigen de vermogen op ja, ja. en, en dat, dat, dat in, mag natuurlijk. En, en, en nogmaals, dat zijn, uh, dat zijn eigen keuzes. Uh, tegelijkertijd, ja, je ziet ook het model van uh, de Ado-Den Haags van deze wereld. En ja. Ja, die, die hebben daar toch heel erg moeite mee. Omdat je over het algemeen, denk ik, wel ziet dat je heel makkelijk ook veel te veel betaalt voor. Ja, uh, feitelijk ja. Uh, middelmaat. En uiteindelijk ja. uh, moet jij op zoek. En, maar dat uh, bepaalt ook de prijs van spelers... waardoor, het hele, waardoor alles duurder wordt. Ook voor uh, Excelsior de spelers duurder. Omdat er aan de rechterkant... of linkerrijtje, KKD, veel meer betaalt. Zeker, dus, en, de, uh, dus de verandert echt wel wat ja. in het landschap momenteel. En dat, zit, en dat zit hem niet zozeer in het feit... dat, dat het per definitie wat zegt over, over, over kwaliteit. Maar je ziet wel dat je... Uh, ja, dus even heel plat gezegd... Een, een speler kan, kan nu... Bij, 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 bij bijvoorbeeld bij NAC, bij Willem II, bij ADO, bij Groningen zouden ze meer kunnen verdienen in de, in de, in de, in de keukenkampioen-divisie dan bij ons in de eredivisie. Maar wij hebben een platformerendivisie, wat voor ons weer onderscheidend is. Ja, dat betekent als je in dezelfde competitie met elkaar gaat spelen, en je gaat nog steeds met dezelfde spelers in gesprek, uh, ja, dan ga je weer een ander, ander soort speelveld uh, krijgen. Neem niet weg, dat en dat is ook de taak die dan bij ons ligt, om ja, weer die, die jongens te vinden en te zoeken die daar uh, heel bewust voor kiezen. Omdat we denk ik wel hebben laten zien... zowel op eredivisie-niveau als op keukenkampioen-divisie-niveau... dat we echt wel ja, een omgeving zijn... waar ook de, echt de jongens die wij willen hebben... ook, ook gewoon goed uh, ja, gaan excelleren En of het nou... Ja, de Wievers zijn, de Dallinga's zijn, uh, maar ook uh, uh, vergis je niet, hè, ook de jongens die vanuit divisie niveau bij ons nu weer zijn meegegroeid naar volwaardige eredivisie spelers. Ja. Of je het nou over Reduan, Jakubiak, Van Gassel, uh, Baas, uh, Romans. Romans, uh, ja, je ziet wel dat. Uh, en we zijn nog niet in staat om alles uh, aan waardecreatie zeg maar dan, dan te innen, maar tegelijkertijd creëer je wel heel veel waarde voor de carrières van, van dat soort spelers. En daarmee ook voor de waarde van je club. Want uh, ja, uh, ook daarvoor geldt. Ja, wij zullen een, een uitdagende zomer ook gaan hebben. In, in, in beide scenario's. Hè. Of het nou keukenkampioen-divisie of eredivisie is. Um, maar je, hebt wel, je bent wel een, 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 een naam op aan het bouwen. die hartstikke positief is. En dat merk je ook gewoon in deze fase, in, in deze wereld. En, uh, ja, Ongeacht het scenario uh, zit bij ons wel de, 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 de overtuiging dat we uh, ja, een situatie gaan creëren waarin we ofwel kansen handhaven, gewoon weer uh, uh, heel, uh, heel goed met elkaar uh, voor elkaar gaan krijgen, ofwel de kans om op promotie gewoon te, te bereiken. Nou speelt er ook nog een, een, een rechtszaak in een transferkwestie yeah. bij het Europese Hof. Yeah. D daar is iedereen in dat, in dat voetbal wel op zijn of haar manier uh, mee bezig. Ja. Heb jij nu al in dit hele vroege stadium een idee of dat voor ons nou gunstig uit kan pakken? Of nee, dat nee, iedereen denk... er nu gewoon aan is? Ja, nou ja, volgens mij wordt de belangrijkste vraag die daar ligt, uh, uh, of de uitspraak die daar gedaan wordt, uh, specifiek betrekking heeft op de individuele casus van die speler. Uh, omdat daar voorwaarden of omstandigheden zijn waarom hij inderdaad gerechtigd is om zijn contract een, eenzijdig zeg maar, eigenlijk op te zeggen. Waardoor je in feitelijk in een soort van reguliere ja. werkgever-werknemerrol ja. terechtkomt. Dat ook geen transversal meer plaats zou moeten vinden. Of dat dat inderdaad een algehele uh, systeemkwestie gaat zijn. Uh, nou ja, ik heb wel, wel vaker de, niet de illusie dat we met Excelsior de wereld gaan veranderen. Of niet. Uh, <laughs> of inderdaad daar. Uh, dus ja, daar. daar, daar daar kunnen wij niks anders dan ja, feitelijk afwachten, wat, wat daar maar, besproken m, wordt. Maar je, je mag er echt wel Dus de, dus de uh, kwestie is: yep. het Bosman, als ik het uh, goed yep. zeg, het Bosman naar deze leiden toe dat je geen transferzongen meer mag vragen aan het einde van het contract van de speler. En deze kwestie gaat erover dat je dat ook niet mag doen gedurende het contract, als die speler dat contract tegen de opzegtermijn opzegt. Ja. Maar nou, heel veel clubs die ja. hebben een groter budget dan wij, omdat zij hun transferinkomsten meebegroten. Ja. Dat doe jij niet. Ja. Dan zou ik met mijn boerenverstand uh, zeggen: daar springen wij dan toch gewoon uh, goed uit. Uh, ja, deels wel. Nou, nogmaals, ik denk dat dit wel een situatie is die voor de hele voetbalwereld en daarmee ook met name ook voor het hele Nederlandse voetbal wel een, een gigantisch negatieve impact uh, kan hebben. Want uiteindelijk, ja, we zijn een opleidingsland en dat betekent dat wij het, uh, ja, onze voetbalindustrie drijft op de verkoop ook van, van, van de spelers. Nou, ga je voor clubs inderdaad die transfersom uh, eruit halen, dan uh, ja, ik kan ik me gewoon oprecht niet voorstellen. Dat dat een model is wat, wat, wat gangbaar gaat zijn in deze wereld. Uh, maar goed, mocht het wel zo zijn. Kijk, vergis je niet, uiteindelijk. ook wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren. Uh, goede uitgaande transfers gedaan. Uh, en daarmee ook wel weer. goede spelers A, binnen kunnen halen. maar ook heel erg aan onze club en onze organisatie kunnen bouwen. en alles wat we doen. Dus het is niet zo dat wij uh, omvallen op het moment dat we geen transfer doen. Maar het is wel zo dat al het additionele. wat we nu de afgelopen jaren met elkaar zijn gaan doen. Gebaseerd is op de, ja, de extra inkomsten die je wel genereert. uit je, uit je voetbalmogelijkheden. Uh, dus ook de transferinkomsten. Uh, uh, ja, die zorgen er wel voor. dat wij gestaag uh, als club. als organisatie. Uh, uh, ja, de weg omhoog uh, zijn gaan vinden. Uh, dus ook wij zijn zeker niet blij. met een situatie. waarin transfersommen eigenlijk. Uh, verleden tijd zouden zijn. En nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat dat. Uh, dat dat de uitkomst is, maar het is. Uh, ja, het is wel een zaak die, die spannend is. En verhoudingsgewijs, nog weinig uh, media aandacht uh, heeft of krijgt, maar wel gigantische impact zou kunnen hebben. En daarnaast heb je toch die rechtszaak bij Vitesse die loopt. Want uh, daar hoor ik jou steeds over. Want als ik maar binnenkom, als ik jou maar zie, dan uh, roep jij Vitesse. So, jij bent daar uh, ziek van, hè? Het, nou, ik zou je zeggen dat was wel een beetje ongelukkig. Er, er kwam van de week iemand uh, praten, uh, yeah. die, uh, de, die de foundation wilde komen steunen. En we zitten zo vooraf, een beetje lekker. Uh, en die zegt tegen mij: zielig, hè. Van dat Vitesse. Had hij tegen. verkeerde woord tegen Frank in deze plaats. <laughs> ja, ik moest natuurlijk wel een beetje leuk blijven uh, ja. doen. Maar dat, dat is net, net niet helemaal uh, gelukt. Maar dat kwam <coughs> ook, omdat de, de, de Daan. die liet mijn appjes zien. Want dat ze nu in, in die, in die, in die, uh, die crowdfundingsactie. Ja. dan gaan ze al die clubs langs. en van. ja, heb je nog een gesigneerd uh, shirt? Want dan ja. kunnen wij geld binnenhalen. Die heb ik jarenlang. <laughs> jarenlang. met echt gewoon slecht geld. Miljoenen, miljoenen, miljoenen meer uitgegeven. Daar zit je dan tegen te concurreren. En, ja. en, en dan gaan ze helemaal over de kop. En dan zeggen ze, nou, hebben je nog een shirtje? Want dat is toch wel leuk als we. Daar nah. <laughs> je nou, geeft dat maar, shirtje. <laughs> maar, maar, maar dan denk je altijd dat het niet gekker meer kan. Tot ja. Nu net. Daar hebben we het net, net over. Dan gaan ze gewoon een reddingsplan en zeggen. Ja, we moeten echt jongens terug naar de basis. En die club weer terug naar het volk. En dan, dan ligt er nu een reddingsplan. Van uh, 12 miljoen inkomsten en 8,5 miljoen uh, uitgaven. Ja, nou de sponsoren was doen... dit hè. Ze hebben op, ze hebben bij de sponsoren hebben ze een presentatie gegeven. Want ze zoeken geldschieters in Gelderdom op maandagavond. En daar is dit plan gepresenteerd, hè. Ja, maar dan, dan ja. blijft toch nog het feit dat je dan 6,5 miljoen verlies maakt terwijl je geen geld hebt. Dus als, als Groningen dat uh, uh, doet, dat, dat doen ze trouwens ja. ook. Nou ja, het is van je eigen geld. Dat is eerlijke concurrentie. Maar dit, 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 dit blijft ook gewoon maar doorgaan. Nou ja, ik zat wel te berekenen, stel nou dat Vitesse voor het einde van het seizoen de licentie was ingetrokken, dan was ik zelfs sure veilig geweest. Hè? Ja, dus dat, normaal, dat is een beetje. De, daar krijg je natuurlijk ook veel vragen over. Hoe, hoe werkt dat precies? Hoe gaat dat precies? En eigenlijk ja, best wel. De ene is het enerzijds is heel complex, anderzijds is het heel simpel. Als ze inderdaad voor het, voor het einde van het seizoen. De licentie zouden zijn verloren, dan ja, wordt eigenlijk de stand geschroond. Ja. En wordt Vitesse uit de competitie genomen. En dat betekent dat iedereen die punt tegen Vitesse gehaald heeft, uh, die, die kwijt, kwijt raakt is, ja. of, of, of andersom. En wat uh, was nou, wij hadden één gehaald. Uh, en wij, 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 wij hebben maar één punt tegen, uh, tegen Vitesse gehaald. En volgens en, uh, mij Herakles ook. Ja, nogmaals. Ja, ja. Ze, we hebben, natuurlijk, ze hebben natuurlijk niet heel veel gewonnen. Wat dat betreft zijn er veel clubs die, uh, ja. die dan achteruit rollen. En, uh, wij, nou, dat is wel een voorbeeld van ons, wat ook alweer zeggend is over het seizoen en dus waar we zitten. Dus wij pakken uiteindelijk tegen Vitesse als een van de weinigen, maar één punt. Ja. Maar goed, dat, uh, dat terzijde. Uh, gaan ze inderdaad na het seizoen uh, failliet. Uh, ja, op dit moment is het dus duidelijk dat ze, dat ze laatste worden. Dat betekent dat ze ook gewoon van dat moment uh, in de keukenkampioen divisie uit zouden komen. En dat je een keukenkampioen divisie gaat krijgen met, met 19 ploegen. Uh, om te beginnen. Uh, ja, en dan heb je inderdaad uh, is, is de onderlinge impact van, van, van ja, uh, wat in zo'n seizoen dan plaatsgevonden heeft. Is, is, wordt er niet gedaan. En is dat nou uh, toeval? Dat dat net een beetje. Ja, het grensje. <laughs> ja, gewetensvraag. Uh, gelukkig uh, ga, ik daar, uh, ga ik daar niet over. Maar uh, ja, uh, nogmaals. Uh, en nogmaals, ergens vind ik het. Wat ik goed vind is dat je uh, ernaar streeft om een competitie volwaardig ook gewoon af te maken. Ja. Uh, natuurlijk kan het, uh, maar het zou natuurlijk ook heel gek zijn als opeens een specifische schaal moet inleveren uh, en, en 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 Feyenoord kampioen zou worden omdat zo'n situatie zou ontstaan. Nogmaals, dat is niet het geval, maar uh, theoretisch is dat dan ook een ja. mogelijkheid. Ja. Ik denk dat je daar heel ver van van weg moet willen blijven en ik denk ook dat je er met elkaar alles aan moet doen. Dat ja, in de basis gewoon clubs uh, natuurlijk blijven bestaan. En dat je, daar, uh, uh, dat je daar lang je best voor doet, dat, uh, dat kan ik alleen maar uh, onderschrijven. Alleen ja, vind ik wel dat je uh, vanuit sanctieperspectief heel anders moet gaan kijken naar hoe, hoe kijk je dan vervolgens naar de toekomst van die clubs en inderdaad, het is een het is, het is, vorige keer ook al gezegd: ja, als je als je WOA-procedures toe gaat staan waarin je al je crediteuren op 20% hebt. Uh, 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 en je daarmee uh, ja, uh, schoon de toekomst in kan. Maar dat betekent ook, tussen die crediteuren zitten ook gewoon je collega voetbalclubs. Hè? Dus inderdaad, uh, uh, ja, hadden wij een speler verkocht aan, uh, aan, aan zo'n club en, uh, 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 voor, 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 voor een miljoen. Ja, dan krijg je nog twee ton daarvoor uh, terug. En, en zij gaan wel gewoon verder. En ze hebben wel die spelen en ze hebben wel die waarde. En ze kunnen wel weer gaan handelen op de transfermarkt. En ze kunnen volgend jaar ook gewoon zeggen, ja... Uh, uh, ja, uh, iedereen heeft nu uh, uh, genoeg genomen, met en, en wij gaan inderdaad weer 6,5 miljoen te veel uitgeven. Ja, Nogmaals, en dit gaat dan specifiek over de situatie uh, Vitesse, maar dat is onderliggend uh, natuurlijk. Uh, breder bezig, uh, VVV heeft het gedaan, nou daarna heeft het gedaan, VVV is ja. bezig, volgens mij is Den Bosch. Ja. Na aan het kijken, ja, dat dan. Ja, daar word ik wel verdrietig van. Ja, maar ja. Dat, ga je dat nog veranderen? Dat is een beetje de vraag. Natuurlijk. Want ik hoorde het jou al zeggen. En jij, jij bent daar vaak heel fel, op ook Frank, als je dit hoort dat andere clubs dan weer meer begroten en dan voor de, de troepen uit eigenlijk financieren met een tekort beginnen aan een seizoen. Maar ga je dat nog voor helpen? In deze tijd? Nee, de, de masa, ik denk dat al ja, zich is, is het heel moeilijk. Hè? Want voor elke regel die er bedacht wordt, dat zie je niet alleen in het voetbal, maar dat zie je ook gewoon eh, in het bedrijfsleven. Voor elke regel die er is, gaan mensen met ja, bedenken om een uitzondering die er omheen te maken is. Dus dat... Ik denk dat dat uh, uiteindelijk zijn dat beleidsmatige keuzes. En uh, op de lange termijn hoop je dat, uh, uh, dat die ofwel beloond ofwel uh, gestraft worden. Alleen ik denk wel dat je, naar, dat je naar een model zou moeten waarin je gewoon wel sportief zwaarder straft op het moment dat je dit soort dingen doet. En dan wordt het wel een lastige keuze om te zeggen van nou ja, oké okay, stel je raakt inderdaad je begint op uh, uh, min 10 aan een seizoen of uh, je mag twee transferwindows niet handelen of, of, of ik weet niet, dat soort maatregelen. Uh, als straf op een, op een, op een WOA-procedure, ja, dan ga je wel ook wel even nadenken voordat je, voordat je dat als, als redmiddel zeg maar, uh, gebruikt. Maar. Ja, ik ben wel van mening dat er op die manier naar gekeken zou moeten worden. En ik weet ook niet hoe schadelijk het op termijn is voor heel je bedrijfstakken. Hè? Dus ik snap best wel dat je dit nog een hele lange tijd vol kan houden. En dat er altijd weer nieuwe cowboys op zullen ja. uh, staan. En als, uh, als je zo makkelijk, ogenschijnlijk, ik uh, weet niet precies hoe het gaat, maar geld uit het buitenland kan halen van allerlei verschillende partijen, dan zal de verleiding wel heel groot zijn. Maar ik weet nou niet. Je, 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 nee, maar dat je is eigenlijk, ja, eigenlijk dat daar is de conclusie dan. van. Maar goed, dat is de, natuurlijk zijn meerdere onderwerpen. Denk ik in Nederland waarvan je wel inderdaad af moet vragen. Ja, ben je nou trots op die manier op, op je bedrijfstak en hoe je je profileert en hoe je uh, ja met elkaar ook je je als vo betaald voetbal uh, presenteert en uh, ja normaal. Krijg jij daar ook wel eens belletjes uh, van van uh, partijen die zeggen, hallo uh, Mr. Bovenberg, ja, qua, uh, om om de club over te nemen. Yeah. Ja. Nee, eigenlijk niet. Uh, oh. Dus uh, nou ja, belletjes, hè. Dus, <laughs> berichtjes uh, links en rechts uh, zie je wel. Tenminste, je, je hebt wel een hoop van die van die tussenpersonen die inderdaad contact proberen te zoeken. Of, of maar ja. Uh, waarvan je eigenlijk aan het begin zoal weet van... Uh, ja, de kans dat je met bananensplit aan tafel zit... die groter dan dat dit een serieuze uh, optie is. Nee, en buiten dat... Fransie Bouwer. Uh, ja. Dat uh, heb jij dan op hey, hey, ja, uh, heb jij maar een als, als ik er op leuk je zit vandaag, hè? Ja. <laughs> oh, het heb je eigenlijk getekend? <laughs> ja. Juichen Die de, de ja. Hé, hey, ja. die was leuk, hè, Daan? Uh, leuk <laughs> gedaan, hè? Ja, dat, dan hebben we een leuke podcast, denk ik. <laughs> ja. Nee, maar dat... dat, dat, dat dat, dat uh, onderliggend eraan ja, zijn wij als Excelsior ook gewoon oprecht trots dat we zelfstandig zijn. Uh, geloven we ook in die uh, zelfstandigheid. Beetje naïef, toch ook dan in uh, deze tijd, of niet? Uh, maar, en dat komt erachteraan, zeg maar, zijn we wel ook heel druk bezig met: ja, oké, okay, maar je gaat je wel als club moeten wapenen tegen eigenlijk ook een nieuw speelveld wat ontstaat. Want inderdaad, als zometeen het merendeel van je clubs uh, uh, beschikt over een, uh, over een eigenaar uh, die in staat is om, om tekorten uh, te dekken, ja, dan wordt het wel steeds moeilijker om, om je eigen prestatie te blijven, te blijven leveren. En wij moeten op dit moment al, ja, uh, ik zeg blijf maar halen, maar ja, twee, drie keer ons budget outperformen. Op elk niveau willen we presteren wat we doen. En uh, dat vraagt heel veel van, 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 van je mensen. Dat vraagt heel veel van een klein select groepje die dat, die dat trekt... en die dat moet, uh, moet blijven doen. Um, en ja, dat is, dat, daar zit ook geen, geen mate van, van, van duurzaamheid in. Dus, dus ergens uh, uh, gaan wij, ook wij, constant wel uh, ja, na moeten gaan... en moeten blijven bedenken... hoe kunnen we nou ons, ons, onze inkomsten verder door laten groeien... Uh, als we hetzelfde willen blijven doen en hetzelfde willen blijven, blijven presteren. En ja, dat is wel, uh, daar kan je wel je hoofd over breken. Zeker ook gezien de, ook de mogelijkheden en de faciliteiten die je op dit moment bijvoorbeeld hebt. Ja, er zit een grens aan de groei. Uh, nu, nou, in, de huidige, dus, in de huidige situatie. In de huidige denkwijze en in de huidige omstandigheden zit je op een gegeven moment aan je, uh, aan je max. En het is aan ons als, als, als club, en dat nogmaals, ik blijf dat herhalen. Ik denk dat dat is ook een van de redenen waarom wij natuurlijk wel zeggen van uh, we zijn meer dan alleen een, een, een eerste elftal van, 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 van een mannetak. Omdat, kijk, ga je puur vanuit het waardeperspectief naar je club krijgen. Zit er in, zit er in alle activiteiten die we doen, zit waarde. En of het nou een, een... Als jij een goede jeugdopleiding hebt, vertegenwoordigt dat waarde. Als jij divers bent in je beleid en als het gaat om... om uh, uh, vrouwenvoetbal, als het gaat om je maatschappelijke initiatief, als het gaat om je ma je, hebt, je creëert zoveel raakvlakken die, 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 als je die zelfstandig pakt en, en, en op een goede manier wegzet, waarde vertegenwoordigen. Ja, dat is hetgeen wat je, wat je moet blijven doen om ook richting de toekomst groei te blijven kunnen realiseren. En ja, als het betekent dat aan de ene kant uh, een bepaalde groei. Stopt of minder wordt. He, dus dat kan zeggen van oké, okay, we hebben 4000 stoeltjes. Op een gegeven moment ja, is dat stadion vol en kan je niet. Maar dat betekent wel dat je nog allerlei, allerlei alle andere verschillende uh, assen hebt waar je, uh, waar je langs kan groeien. En nogmaals, een, een vol stadion en, en volle stoeltjes, uh, betekenen dat vanuit dat perspectief ja, zit jij je max. Maar ja, dan ga je uiteraard ook weer nadenken: van oké, okay, uh, kan je in prijs uh, een en ander doen? Kan je segmenteren? Kan je op een andere manier naar een model gaan? Dan ga je die hele uh, verdienmodel omgooien? Dus ja, ik geloof niet dat je gelimiteerd zit aan je, aan je, aan je groei. Uh, dat laten we eigenlijk structureel ook gewoon zien. Uh, toen wij uh, vijf jaar geleden Eredivisie speelden, dachten we ook van, nou, dat zal dan wel ongeveer het, uh, het, het matje zijn. Uh, nou, we gaan nu voor, uh, bijvoorbeeld in de, naar de Eredivisie. Uh, Komend seizoen gaan we naar een begroting bewegen die, die al richting 9,5 miljoen opeens ligt. Uh, ja, dat zijn wel uh, echt nog wel weer ontwikkelingen die, die ontstaan uit wat er dan de afgelopen twee, drie jaar gebeurt. En uh, daarmee geloof ik ook zeker dat er, dat er verdere groei mogelijk is. Alleen het wordt wel steeds lastiger. Maar 9,5 miljoen, dat is, een, dat is een groei van 10, 15 procent. 10, 12. Nou ja, we zijn. Uh, 8,5 toch nu ongeveer? Ja, we zijn, we zijn voor, we zijn, toen we naar de Eredivisie gingen, gingen we richting. richting, richting naar 7,5, 7,5 miljoen. Zijn dus we doorgegroeid naar 8. 8,5 miljoen. Uh, nu dan richting 9,5. Uh, nou ja, en even dus, ja, meenemen: de, ja, de laatste keren dat we Eredivisie spelen, lag het matje echt op uh, hoog, in de, hoog in de 6 miljoen. Um, dus ja, dat laat wel zien dat, dat de potentie die er is... Uh, A, niet onbenut is, maar B, dat je door ja, met elkaar al deze dingen te doen... Dat je, dat je wel de ruimte blijft houden... en ook de voorwaarden blijft scheppen waarop je kan blijven groeien. En doen we al dit soort dingen dus niet... Ja, dan zit je op een gegeven moment vast in je, in je mogelijkheden. Dan kom je ook gewoon niet verder. Maar doordat we op deze manier uh, zijn gaan ondernemen... en dat ook over de hele linie zijn gaan doen... Ja, blijf je altijd weer manieren vinden uh, waarop je, waarop je op, op een goede manier geld alokkeert. En nogmaals, daar speelt een, een foundation een, uh, een, een, een hele belangrijke rol in. Hè? Want ook daarvoor geld. De gelden die daarin komen, die kunnen we op weer een hele goede manier uh, ook intern uh, uh, goed gebruiken. Schouwvoetbal uh, zorgt ervoor dat je ook langs die assen uh, een nieuw publiek aan kan gaan boren, dat je ook op die manier. Uh, partnerships uh, in kan gaan steken. Nou, je jeugdbeleiding heeft natuurlijk een, 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 op dit moment al een dubbele functie, want enerzijds, uh, ja, ook, ook in het bedrijfsleven is de aandacht voor, voor talentontwikkeling en groei is belangrijk, maar je ziet ook steeds meer dat uh, jeugdspelers die gaan uh, uh, ook waarde vertegenwoordigen uh, het opleiden naar een eerste elftal, het transfersysteem, dus ja, er zijn zoveel knoppen nog waar je aan uh, kan draaien met elkaar, alleen het gaat op een gegeven moment wel ook vragen dat je, dat je elke keer ook de juiste mensen en de kwaliteit op de juiste plek hebt en, daar komen we nu wel. Je gaat diepteinvesteringen die moeten doen in al die takken, weer om weer verder te komen. En dat gaat weer, uh, ja, weer een nieuwe uitdaging, met zijn bewering. Even nog voor de zekerheid, want er wordt uh, uh, goed geluisterd dat het geld in de uh, foundation te goede komt aan ons allemaal, komt. Omdat dat de manier is waarop we met z'n allen groeien. Niet dat we daar een linksback van kunnen komen. Oh, nee, we, nee, nee, uh, nee, natuurlijk nee, niet, nee, nee. Sorry, nee, nee, niet, nee, niet. Nee, absoluut niet. Maar het is wel zo dat kijk, de, de gedachtegang. Nou, een van de voorbeelden waarvan we wat, 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 wat natuurlijk een hartstikke mooi, 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 waar je een mooie kruisverband ziet. Ontstaan, is dat je. Uh, ja, wij geloven ook richting onze jeugdopleiding... zoals we uh, uh, dat overigens voor alles en iedereen doen. dat uh, wat willen we daar? We willen uiteindelijk een, een, een plek creëren waarin een, waar een, uh, kinderen, uh, jongens, meisjes uh, de snelste route naar betaald voetbal zien. Maar ook dat ze weten, oké, okay, op het moment dat ik het niet haal, uh, land je wel gewoon op een sociaal-maatschappelijke manier. Uh, nou, binnen de foundation hebben we natuurlijk heel veel uh, affiniteit en bekendheid met het begeleiden van jongeren, uh, jongvolwassenen, als het gaat om hun maatschappelijke uh, ontwikkeling. Um, nou ja, doordat we uh, daar funding voor weten te creëren binnen een foundation, kunnen we ook inderdaad een dergelijk programma uitoefenen en uitrollen binnen, binnen onze jeugdopleiding. Waardoor je de algehele kwaliteit van jeugdopleiding verhoogt, waardoor je je propositie uh, daar verhoogt, je aantrekkingskracht verhoogt. Uh, en ook weer uh, niet alleen je, je jeugdspelers, maar ook je jeugdtrainers uh, meeneemt in een bepaalde ontwikkeling die voor hun ook weer goed is in hun carrière. Dus uh, dat zijn van die voorbeelden waar heel veel win-win zitten. Um, ja, die we wel zijn gaan zoeken. En normaal, ik denk dat we als je heel hoog overvliegt vanuit een helikopter, je kijkt naar al die dingen, dan doen we heel veel dingen uh, goed. Ja, gaan we inderdaad op dagelijkse basis in de praktijk kijken. Dan loop je elke keer nog weer tegen een de deur aan dat je denkt van, ja. oh, dat is echt, echt gewoon helemaal niet goed. Um, maar zo, zo zitten we wel ook in de wedstrijd. We zijn een lerende organisatie en um, ja, met elke nieuwe initiatief die je neemt, gaan er dingen fout, gaan er dingen goed. En daar moeten we van leren en daar moeten we weer mee verder. Um, maar dat gaat wel ons vliegel zijn richting. Ik vind het wel heel verfrissend als je ziet hoe spelers. Daar waren we vooraf helemaal niet zo heel zeker van. Eh? Maar hoe spelers en zeker ouders reageren op het feit dat we naast het voetbal. allerlei zaken aanbieden op het uh, ja? gebied van: ken je zelf, hoe gedraag je, je personal branding, je lifestyle. Hoe uh, zorg je dat je niet meer geld uitgeeft dan de, dat je binnenkrijgt. En. Nou, dat is, er zijn ook veronderstellingen geweest van... juist ja, een trainer, die vindt het alleen maar belangrijk... om uh, zaterdag van de Heerenveen uh, onder 15 uh, te winnen. En die ouders, die, die, die kijken helemaal nergens naar. En in de praktijk blijkt eerder echt voor 95% van de uh, mensen... het tegendeel aan de orde te zijn. Ja, ik hoor je en, ook je. Daar, en ook daarvoor geldt, en dat is weer zo'n voorbeeld... want uh, we zitten nu in een fase, dat we vorige keer over gehad hebben... Uh, dat je ook weer een, een wijziging dan in je, je jeugdopleiding gaat doen... als het gaat om aantallen teams, als het gaat om... Uh, uh, voorwaarden of focus die je daarop aan kan gaan brengen. Uh, nou, dat dat tegelijkertijd zie je ook dat daar mm -hmm. ja dat er ook nog weer een hele hoop mensen zijn die daar uh, teleurgesteld door in zijn of die daar is, een echt. negatieve afdruk ja, ja. bij hebt. En dan dan dat is weer zo'n voorbeeld waar je zegt: nou, oké, okay, dat doen we dus kennelijk allemaal uh, niet altijd even goed. Maar onderliggend en de, de 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 tendens en de lijn die daar die daar aan de grondslag ligt, die, die is gewoon hartstikke belangrijk. En daarvan hebben we gezegd nou, de eerste doelstelling, ook met uh, Rogier toen hij begon als hoofdje is. Ja, dat we de, de, de elftallen op een zo hoog mogelijk uh, niveau willen, uh, willen terugbrengen. Dat we breder willen kijken dan alleen voetbaltechnisch technisch. Dat ook onderdeel laten zijn. Nou, onder 14 kampioen geworden, onder 15 kampioen geworden. Nou, die gaan al naar het allerhoogste niveau. Zo meteen gaan elk elftal onder de, uh, op de hoogste of op het ene hoogste niveau spelen en dan ben je nog maar eigenlijk pas net begonnen en dan doe je nog 600 dingen fout en, en dat zijn van die voorbeelden waar je denkt van ja, als, je, als je daar nou gewoon uh, ja, je tijd geld en energie ja. in blijft stoppen dan, dan kan je gewoon hele mooie stappen maken ook, ook nog steeds binnen de kaders van deze club Dat was ook de betere gedachte ooit toch van van Ferry ook toen die de jeugdopleiding weer terughaalde binnen de club Ferry de Haan die dat was natuurlijk een soort van het was er maar het moest weer opnieuw opgebouwd worden ja. maar het was een hele bewuste keuze om weer echt in jeugd te gaan zitten ja. uh, waar de vorige directie ook heel erg voor is gaan staan ja zeker en en daar het en dat hier, kost weer, tijd. en ja, dat kost tijd en dat heeft ook verschillende fases gekend. En, uh, uh, alleen, ja, nogmaals, zie je nu wel dat, dat daar. Uh, uh, ja, we raken nu ook weer, wederom weer, weer, weer spelertjes uh, kwijt aan, uh, aan Ajax. Uh, aan, aan, aan jongens die gewoon uitblinken, die dan uh, weer daar verder gaan. Nou, daar moeten we ons weer tegen gaan wapenen. En, uh, drie, hè? Drie, ja. ja. En dat uh, uh, ja, laat enerzijds zien uh, wat het, hoe complex het, het, het systeem ook is. Dus, en ook weer de vraagstelling van ja, oké, maar waar leid je dan op een gegeven moment als Excelsior voor, voor op? Of voor wie doe je dat? Ja, als je twee, drie, vier jaar, vijf jaar in, 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 in investeert in iemand die vervolgens. Uh, uh, die je vervolgens weer kwijt bent en nooit in je eigen eerste helft terechtkomt. Dan, uh, dan zijn dat gerechte, uh, terechte vraagstellingen. Dus dat houdt je ook bezig. Dus je moet zo ook weer moeten kijken naar uh, ja, hoe ga je die doorstroom faciliteren, uh, hoe ga je ze aan je binden? Hoe ga je? Nou, uh, dat zijn wel fases die nu voor ons liggen. En waar we dus ook echt bewust van gezegd hebben, daar willen we ook op investeren en in doorpakken. Ongeacht niveau waar we waar we mee bezig zijn. Dus ja, beleidstechnisch verandert er uh, in heel veel opzichten uh, heel weinig. Uh, op basis van of we nou uh, in de Eredivisie blijven of in de Keuken wat dat betreft. Ja. Moet ik even over damesvoetbal hebben, hè? Ja, Want dat is ook nog op zich. Het seizoen is klaar. Vrouwenvoetbal ja. moet ik zeggen, hè? Want het is ja, dat, dat vrouw, is, ja, is ja zeker. Ja, ja afgelopen uh, weekend laatste uitwedstrijd tegen, tegen PSV. We hebben wat dat betreft denk ik een heel heel matig weekend gehad, wel als het gaat om uh, om blessuretijd. Ja. Uh, stond ook 1-1 uh, uh, lang op het scorebord, eigenlijk tot de, tot de allerlaatste uh, minuut zelf een corner. en uh, 2-1 uh, tegen krijgen. en die, uit diezelfde aftrap uh, de 3-1 tegen krijgen. Dus dan, uh, dat is zeker jammer, want dat was ook een voorbeeld. Hè, van uh, uh, ja, een gelijkspel wat betekent dat je 11 dat je was geworden in plaats van 12. Uh, van Um, maar wat je ja, daar ook ziet ontstaan, en dat is, dat is ook leuk. Uh, uh, Matthijs is daar als, uh, als, 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 uh, als, als trainer ingestapt afgelopen weken. Twee, Iemand, twee wedstrijden voor het einde, dus hij is er nou ja, ja. Ja. ingestapt. Ja, dat is, is gewoon wissel. Uh, uh, ja, daar heb je ook wel gewoon uh, ingegrepen toch? Nou ja, kijk, waar je op een gegeven moment... waar je, kijk, Daan natuurlijk... heeft ingegrepen. Nee, nee, nee. Ja, en Maar je ziet dat nee, al mensen ik bedoel, ik bedoel hey, niet maar Daan heeft uh, ingegrepen. Uh, maar ja. uh, als, als uh, club. Nee, <laughs> maar dat vind ik ook wel belangrijk om dat eerlijk te uh, vermelden. Want dan, nou, aan de andere kant yeah. uh, blijven er ook mensen uh, zitten. En dan zegt iedereen, ja, dat komt alleen maar omdat ze niks uh, durven en... Uh, ja, nee, maar kijk, het, het probleem wat, wat daar op een gegeven moment ontstond, en ik denk dat we de afgelopen jaren hebben we daar veel tijd en energie ook ingestoken. Wat vanuit een hele lastige positie gekomen is. Alleen we op een gegeven moment te maken met een, met een trainer, in dit geval, Richard Mank, die ja, volgend jaar onderdeel is van, van NAC Breda. Um, ja, dan kom je natuurlijk aan het einde van het seizoen al redelijk snel in de, in de knel. Van oké, okay, je gaat ook concurreren met elkaar om, om speelsters, om, om het nieuwe seizoen. Uh, uh, ja, hoe ga je daar nou met elkaar op een goede manier om? Uiteindelijk wil je niet dat dat uh, op, een, op een vervelende manier eindigt. Um, en moet je daar ook gewoon wel eerlijk met elkaar over zijn. Van oké, okay, wie heeft nu nog welke rol in, in het einde van, uh, van het seizoen? Tegelijkertijd, ja, moeten wij verder? Willen wij, uh, willen wij door? Uh, heb je ook nog eens te maken met dat een. Nieuwe trainer ook graag gevoel heeft bij zijn selectie en bij de mogelijkheden uh, die er zijn. Uh, en dan hebben we eigenlijk gezegd, joh, de, de, de periode van het einde van het seizoen is eigenlijk een hartstikke fijne start als, als, als nieuwe vooruitblik of vooruitkijk al naar het, uh, naar het nieuwe seizoen. En uh, uh, met Matthijs is, is daar iemand inderdaad, die nou, uh, loopt al heel lang binnen onze Eerstepleide rond, heeft fantastisch werk gedaan onder andere bij de, bij de onder-15 ook, ook dit jaar. Assistent geweest bij de onder 21 uh, deed ook uh, analyses voor, voor ons eerste elftal. Dus ook iemand die, ja, clubbreed, eigenlijk uh, ja, in dat profiel heel erg aansluit bij: oké, okay, als je ook de binding wil gaan creëren met, uh, tussen de vrouwen, tussen de jeugd, tussen de mannen, uh, een, een goede, fijne, fijne schakel. Uh, ja, en die ook weer vanuit, vanuit zijn filosofie en zijn manier van werken uh, de lat ook gewoon weer uh, meteen een stuk hoger gelegd als het gaat om puur voetbaltechnische. Uh, uh, aspecten en uh, uh, ja normaal uh, dan is het leuk om te zien uh, hoe hij op dit moment ook, ook met nicole maar ook met de de, ja, de speelsters aan zich ja, alweer bezig is aan het aan het bouwen van 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 een van een nieuw team ja, andere energie andere energie en uh, ja dat dat heeft dat ook uh, dat heeft dat ook nodig en dat is ook gewoon leuk om te zien om te ervaren hè? dat uh, en daar hebben wij het ook wel eens vaak over gehad Frank uiteindelijk uh, ja, je kan heel lang krampachtig soms proberen vast te houden aan mensen omdat ze dat al heel lang doen. Of waarvan je denkt dat ze heel veel waarde hebben of, 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 of vertegenwoordigen. En ja, uh, eigenlijk wijst de praktijk altijd uit uh, als het niet meer werkt of als er frictie gaat ontstaan. Ja, je kan beter uh, allebei een andere route kiezen dan dat je daar te lang aan vast gaat Omdat de nieuwe mensen die dat in gaan vullen, dat ook weer met zoveel overgave, liefde en energie doen. Wat dat eigenlijk op dat moment vraagt dat het altijd een goede keuze is en uh, um, ja, dus dus ook daar staat het uh, uh, staat dus, dus die lopen eigenlijk ook al wat voor. Hè? want die zijn al volle bak bezig met met het nieuwe jaar en uh, daarvan weten we in ieder geval zeker dat het uh, eredivisie is en gaat zijn al vorig jaar voor het eerst uh, promotie-degradatie ook plaats gaan vinden, um, maar goed dat is, uh, ja, dat is hey, en en nou um, het, jij bent heel je leven lang al uh, voetballer vanaf je uh, vijfde jaar, maar je kent alleen uh, mannenkleedkamers. Ja. Dat, wat nou in zo'n groep, tussen een groep en een trainer uh, gebeurt, zou dat nou ooit ook gebeurd kunnen zijn in een mannencontext? En waar doe je dan specifiek op? Nou, dat het een ander uh, proces is. De, dus de. Uh, vindt iets plaats tussen uh, trainen en uh, groep, en dat kent zijn eigen ontwikkeling. Dynamiek, nou, en dan, dan neem je samen uiteindelijk uh, uh, dat uh, besluit. Um, maar, maar je kijkt daarnaar met z'n allen. Maar ja. als je referentiekader is hoe mannen reageren, ja. Ja. dan kan je er ook nog wel eens dingen over het hoofd zien. Nou, het is, het is per definitie... Kijk, enerzijds ja. Hè. Dus uiteindelijk een, een, een groep vrouwen uh, bij elkaar... heeft een andere dynamiek dan een, dan een groep uh, uh, mannen bij elkaar. Dus ik denk dat daar sowieso uh, uh, ja, in, 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 in de benadering... Uh, wat anders gevraagd uh, uh, wordt. Uh, uiteraard helemaal niet het een <laughs> zijnde beter dan het ander. Maar het is, het is een andere dynamiek. Tegelijkertijd, en nogmaals, dat vind ik zo mooi om te zien... bij, 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 de, bij de meiden en de, de vrouwen die bij ons hebben... Dus het, zo ongelooflijk veel uh, positiviteit en, ja. en, en, en energie in. Uh, echt gewoon vanuit de overtuiging van ja, alles wat ons beter maakt, verder gaat helpen en verder gaat brengen. Dat, uh, ja, nogmaals, de verrassing zit eerder vaak aan de, aan de positieve kant dan dat het een negatieve afspiegeling geeft. Um, maar ja, uiteraard heb je ook te maken met, met, met de situatie dat iemand uh, je zes jaar rondgelopen heeft en ook binding heeft met die verschillende uh, 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 meiden en, en speelsters. Ja, daar moet je gewoon met elkaar op een goede manier mee omgaan. En ik denk dat onze club dat ook symboliseert en kenmerkt dat uh, ja, de wegen kunnen soms uh, anders lopen, maar ja, wel altijd op een, op een menselijke manier. Nou hoorde ik net Daan vertellen over de uh, foundation, hoe belangrijk dat ook is voor de club, hè? Ook voor je zo. doorontwikkeling. Niet normaal, maar... nou heb jij komende week een MVO-ontbijt? De druk ligt bij jou hè? Morgen hè? Ja. ja. Dus dat wordt wat. Nou, dus het grootste mooi. Maar, nou, ja, maar je weet nu wat, dat, of het nou een half miljoen of twee miljoen, het, het volgende stapje komt bij jou vandaan nu. Ja, maar de, de, ja. dat groeit ook gewoon uh, mee met hetzelfde tempo als de club uh, groeit. En, en het belangrijkste is, zo uh, begonnen we, dat we dat samen doen. Dat er een samenhang. Uh, zit in die uh, groei. En dat je ook weet dat je geld hier niet als sponsor in een bodemloze put aan, uh, voor Hongaarse linksbekken aan het storten uh, bent. Nee, maar dat is, is ook een ja. ja. reden. Want, dan was een ander hoogtepunt, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet benoemd, maar vond ik persoonlijk hartstikke mooi hoogtepunt is dat, we hebben natuurlijk afgelopen week ook bekendgemaakt dat uh, DSW als hoofdsponsor ja. uh, 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 verlengt. Uh, die zijn zometeen 25 jaar hoogsponsor. Nou, je stelt het over uniek in, in, in deze voetbalwereld, ja. is dat natuurlijk uh, is dat, is dat, is dat bijzonder. Maar ook wel steeds meer en meer, ook vanuit de achterliggende gedachte, dat je gewoon ja, met elkaar uh, op deze manier de club uh, uh, op aan het bouwen bent. Dus dat je het ook terug gaat zien, inderdaad, de, de volwaardelijkheid en de commitment die mensen uitspreken, uh, vanuit de, ja, de dingen die je met elkaar aan het doen bent. En dat ziet een hele kleine dingetje. Hè? Want er was het, het personeel, of het DSW had voor een uh, groep personeelsleden. Uh, de Excelsior Foundation-tribune ja. afgehuurd, zou ik maar uh, zeggen. Maar dan zijn er weer mensen van de Foundation die daar rondgaan met uh, patat en met een, uh, met een worst. En, uh, de, ja, en dat zijn allemaal zulke kleine dingetjes. Maar iedereen uh, ziet dat. Ja. En dan heb je Aad en uh, Joop, die samen daar de raad van bestuur uh, vormen. Die zien dat ook, die kennen die uh, mensen. Ja, dat, daar ben ik best wel uh, trots op als ik dat uh, zie uh, gebeuren. Maar dan kwamen we op het nvo bij. Ja, precies. Dus alles wat we daar uh, zitten te doen, dat doen we natuurlijk bij de gratie van mensen die uh, ons daarbij willen helpen. Want we komen niet op tv en we transfereren nooit uh, iemand. Dus. Um, ja, dat zijn uh, sponsoren, dat zijn uh, fondsen, dat is de gemeente Rotterdam, de gemeente Capelle, steeds meer uh, randgemeentes die daar belangstelling voor hebben. Nou, en daar zeggen we één keer dankjewel uh, terug, komen die mensen uh, bij elkaar, uh, Daan uh, gaat dat openen. En dan vertellen we, uh, Iris uh, doet dat, het verhaal uh, uh, van, van de Excelsior Foundation. En dan komt uh, burgemeester Abu Talab over zijn uh, leven vertellen in de context van Excelsior als ontwikkelplatform en van de foundation... dat je er best wel eens lastig voor kan uh, staan. Zeker als je uh, jong bent, maar dat dat helemaal niks zegt... over waar je eindigt. En dat verhaal komt hij met ons delen. Mooi. En dan is het daarna langzaam toewerken naar de zondag. Toch? Ja. Ja, ja zeker. Dus uh, <laughs> ja, buiten alles gaan de komende twee, drie weken natuurlijk ontzettend, uh, ontzettend spannend zijn. In het en, uitvak uh, staan we, hè? Ja, ook met het ja, hele bloed. Dat uitvak zit ook helemaal vol. Ja, ja helemaal en, uitverkocht. Uh, wat ik mij afvroeg, heb jij nog uh, vakantieplannen moeten verplaatsen tot nu toe, of niet? Nou, ik durf ze <laughs> nooit zo goed überhaupt te maken. Oké. Okay, ja. <laughs> <laughs> nou ja, dus uh, uh, ja, uiteindelijk kijk, iedereen uh, uh, zal een keer uh, weg moeten en ook uh, de ja. uit moeten. Alleen ja, het is wat ik al zei, het is. Uh, is is op dit moment uh, heel erg vanuit, uh, vanuit scenario denken. En uh, je kan zondag klaar zijn. Uh, het kan zijn dat, dat je, dat je maandag in het vliegtuig zit, maar het kan ook zijn dat je. Ja, ja. En, uh, en de andere <laughs> kant van de medaille is dat zondagavond eigenlijk ja, je hele uh, campagne en toewerking naar je hele uh, nakompetitie uh, ja. het geval is. Dus en, of uh, campagne gaat eruit, of uh, er gaat een andere. Want dat zal het doel zijn, toch? Als je, maandag, als je zondag drin blijft, gaat seizoenkaarten eruit. Denk ja. Ik. ja, dus dat is inderdaad het idee. Dus uh, zo, het verkocht, zo, ja. zo, zodra we bekend zijn met de, met de competitie waarin we actief zijn, zullen. Zullen we de seizoenkaartcampagne uh, starten. Uh, waarbij inderdaad, uh, nou goed, ook daarvoor zie je. Uh, uh, ja, we zullen in eerste instantie een periode hebben waarbij de huidige seizoenkaarthouders uh, hun kaart kunnen, kunnen verlengen. Uh, en, en eventuele uh, ja, restkaarten uh, in de, opnieuw in de verkoop zullen, zullen gaan. Um, maar ja, dat zou zomaar ook wel eens heel hard uh, uh, kunnen gaan. Dat hebben we afgelopen jaar gezien. En dat is ja, de druk op dit moment op kaart en, en kaartverkoop die is echt, uh, echt gigantisch. Dus dat, uh, ja, daarvan hoop ik ook weer dat iedereen er dan uh, dan snel bij is. En uh, eigenlijk en daar geldt weer hetzelfde voor. Ja, weet je, uh, ongeacht divisie. Want je support een club vanuit de overtuiging die je uh, die je met elkaar hebt. En uh, uh, ja, die steun, uh, die, die 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 hebben we intern met elkaar. Uh, die hebben we richting onze uh, sponsoren. Die hebben we richting onze supporters en we willen gewoon echt door en verder en daar hebben we iedereen uh, bij nodig en uh, ja nogmaals, uh, ik heb ook echt de overtuiging dat uh, iedereen die daarbij betrokken is en dat is ook het mooie van de club als excelsior als supporter als sponsor als je hebt zo eigenlijk draag je echt gewoon samen bij aan wat we aan het doen zijn want ja, wij hebben geen één grote, uh, uh, we hebben geen één grote aandeelhouder geldschiet, we hebben geen één grote geldschieter uiteindelijk alles wat we doen komt ja, uit het poeltje en een clubje mensen die Klein, uh, iets meer en, en, en ook wel een hele hoop meer uh, daaraan bijdragen. Maar iedereen wel met zijn haar of, en, uh, en haar, zijn of haar rol. En uh, ja, ook iedere seizoenkaart houden die, uh, die, die bepaalt ons, ons lot richting de toekomst. Mooi. Ik wens jullie een mooie week, mooi ontbijt. Dankjewel, mooie zondag. Ga je een trainingspak in het vak staan? <laughs> nee, nee, Ik denk denk het een een beetje... dacht bij dat ontbijt dacht ik. Ja. Trainingspak in kan ook. Ja. ja. Dat zou wel Ik goed zijn. Ik ga toch? dat even overwegen. Even ja. Thuis overleggen. Ja. Ja, ja heel goed. Ik wens jullie een mooi weekend alvast. en tot de volgende. Natuurlijk.